Afgelopen vrijdag was het zover. Het wielerseizoen is begonnen. De profs reden over de Strade Bianchi, witte wegen, en kregen direct een Nederlandse ploeg die met de overwinning aan de haal ging. Maar hoe zit het met recreanten in Enschede? In de studio hebben voorzitter van de oudste wielervereniging voor recreanten in Enschede, Ger Vergeer. Dat ben klopt. Jij. Ja. Welkom in de studio. Dank je wel. Hoe gaat het met de vereniging in coronatijd? Goed, het is een moeilijke start van het jaar geweest. Toen we elkaar nieuwjaar wensten in januari, hadden we heel andere plannen. Wanneer? Januari heb je het over? Ja, precies. Ja, hebben we elkaar nieuwjaar gewenst met heel andere plannen. Ja. Werkend richting het 100-jarig bestaan over een aantal jaren. En toen kwam corona, dat heeft de activiteiten volledig stilgelegd. Ja. Althans, de wieleractiviteiten, wat het wel met ze mee heeft gebracht, is protocollen schrijven. Ja, dat, ja, dus is een keer wat anders. Ja, maar niet waar we voor opgericht zijn. Snap ik. We hebben met name protocollen geschreven voor de jeugdafdeling uiteraard. En ook voor de, dat is toch wat moeilijker, en voor de senioren. Even, want jullie zijn de oudste vereniging? Ik denk het wel, ja. En hoe groot zijn jullie? Hoeveel leden? Een goede 200 leden, waarvan 50 plus jongeren tussen 12, 13, iets jonger, 6, 7, 8, ja, tot een jaar of 15, 16. Een hele goede vrouwengroep, vrouw of 45, 50. En de rest zijn dus heren variërend van pak een beet eind 20 tot ver over de 70. We gaan het niet over leeftijden hebben. Hey, dat is een grote club. Hey, ja. Heeft corona invloed gehad op ledenaantallen? Nee, niet echt. Wat we tot nu toe hebben kunnen zien, dat de aanwas hetzelfde is als de mensen die met een lidmaatschap opzeggen. Ja. Er zit daar betreft niet veel beweging in. Dat is jammer. Dat is al jaren zo? Of is dat? Ja, de lijn is toch jeugd erbij, senioren eraf. Maar het aantal is ongeveer gelijk. Ook de verhoudingen man, vrouw, jeugd, het blijft ongeveer gelijk. We gaan even naar een videootje kijken. De laatste tijd zien we nogal wat negatieve video's waarbij amateurwielrenners in een kwaad daglicht worden gezet. Ja. We hebben hier een voorbeeld van. Gaan we even naar kijken. Moet je kijken, jongen. Die wielrenner die fietst gewoon achter dat ding. De mooie fietspad daar, gaat hij daar gewoon zitten fietsen. Wat een mogol is dat. Ik weet niet welke kant ik op bekijken, maar... Jongen, zeg. Moet ik me helemaal omdraaien? Klote wielrenners. We zien het beeld van een amateurwielrenner die achter een trekker, in de slipstream van een trekker, wat meer vaart. En goed, daar wordt commentaar op geleverd door iemand in een auto met een dashcam, vermoed ik. We krijgen zometeen nog iemand in de studio, hè? Zodat we er even rekening mee houden. Het zou kunnen, ja. Het hoeft niet, maar het mag wel. Waar laten we dat van afhangen? Nou, we zien wel. Van wat van de vraag en de tijd. Precies, ja. Maar het is een voorbeeld van wat er in Nederland op veel plekken voorkomt. Je bent rustig aan het rijden ergens op een fietspad en ineens komt er zo'n peloton mannen met geschoren benen langs je heen. Je weet niet wat je gebeurt. En dat maakt toch al wat los. Ja. Bij het publiek, maar ook in de wielerwereld. Is dat een beeld dat jij herkent? Of zeg jij, ja en nee. Dat het vaak gebeurt en overal gebeurt, dat bestrijd ik. Tenminste, ken ik één vereniging en ook vele anderen waar dat veel netter gaat. Dat gezegd hebbende, het gebeurt helaas wel. En daar bedoel jij mee, het gebeurt? Wat gebeurt er dan? Mensen die opgejaagd worden, mensen die er voorbij geraced worden door een te grote groep. Mensen die angstig worden als ze zo'n grote groep zien aankomen. Geschreeuw naar elkaar toe. Ja. En dat geschreeuw wou ik toch graag straks even toelichten. Dat is meer waarschuwen dan schreeuwen. Niet bellen. En inderdaad, ja, de oudere mannen in lycra-pakjes, dat is niet voor niks een gezegde geworden. Ja, klopt. Gewoon even voor mijn beeld. Hoe hard ga je met zo'n club? Varieert heel sterk van de leeftijd. De snellere gaan dik over de 30. Mijn leeftijd zit ruim over de 30 en dan zakt het gemiddelde wat af. Ja. Maar dat is ongeveer, dat is niet veel. Die snelheid zal niet veel verschillen van de gemiddelde elektrische fiets tegenwoordig. Vrees dat voor de wat snellere groepen harder gaat dan de elektrische fiets. Ja, tenzij het een superfiets is, zo'n pedelec. Maar ik hoorde jou zeggen bellen. Zit er een bel op een racefiets? Bij ons wel. We hebben wat dat betreft vrij rigide regels. Er zit een bel, er moet een bel op een racefiets zitten en helm op. Ja. En toch nog even dat schreeuwen. Ja, het gebeurt. Ja, er is misverstand op de weg. Daar ontkom je gewoon niet aan. Het zijn allemaal mensen. We hebben wat dat betreft vrij strenge regels. Elke groep heeft een zogenaamde wegkapitein door een NTFU opgeleid. Dus echt een opgeleide kapitein, zeg je? Dus een soort voorman? Iemand een soort voorman en die moet gehoorzaamd worden. En dat gebeurt ook. Dat schreeuwen heeft een aantal redenen. Je rijdt in principe met z'n tweeën naast elkaar. Tenzij het niet kan, dan heb je een aantal uitdrukkingen voor. Dat betekent dat de mensen aan de rechterkant van de weg lopen. Tegen, dat er een tegenligger komt. En de bedoeling is dan dat je wat je heet rits. Dus in één rij achter elkaar gaat rijden. Precies. Is het schreeuwen wat je hoort dan? Dat is geschreeuw van... Is waarschuwen. Ja, maar dan onderling. Onderling. Waarbij inderdaad degene die voorloopt, de tegenligger, of degene die achterrijdt,
kan dat als bedreigend ervaren. Ja, dat is jammer. Zo bedoelen we het niet. Dus waarschuwen we het naar elkaar. We moeten dan ritsen en dat doen we ook. Ja, maar het is goed dat we het hier even zeggen. Is dat geschreeuw niet tegen de mensen is die voor je fietst. Maar dat gaat over je maatjes in dezelfde pakjes. Ja. Die iets moeten doen. Ja, die duidelijk moeten ritsen. Of als er een paaltje in de weg staat, elkaar waarschuwen. Ja. Als je nummer 1 of 2 of 3 bent, zie je het paaltje wel staan. Maar rij je met een groep van pak een beetje 10 man. Dan zie je toch het paaltje minder en de paaltjes zijn vrij hard. Dat lijkt dus er wordt er gewaarschuwd. Vaak ook met een handbeweging, hand naar achteren, linkerhand, rechterhand naar achteren. Ja. Dat betekent ook ritsen. Ja. Maar dat gezegd hebbende, ik denk dat wij het als EWV het Oosten prima doen. Zowel dames, heren als jeugd. Maar dat her en der wel eens misgaat, ja, dat gebeurt. Ja, snap ik. Ik vind het mooi om te horen dat jullie daar verantwoordelijkheid in nemen. En je best doen om gedoe te voorkomen op de weg, zal ik maar even zeggen. Maar je maakt dit soort reacties van het publiek natuurlijk ook mee. Ja. Nou ben jij voorzitter volgens mij. Ja. Ben je er druk mee om dat soort beelden de wereld uit te helpen? Dit is een gelegenheid. Ja. Je vertelt het bij vrienden, kennissen, clubs, verenigingen waarmee je bezig bent. Men weet dat ik fiets. Dus ik begin tegenwoordig dezelfde discussie, maar van ja, wij zijn niet fietsers zoals nogal eens genoemd wordt. Je ziet ook een krantartikel. Er stond afgelopen weekend in Trouw een heel artikel over de opleiding van NTV wegkapitein. Die zijn er niet voor niks. Dat is echt een serieuze opleiding. Hoe lang is een kapitein bezig voordat die kapitein mag zijn? Die is voor denk ik, een les of 10 bezig, of tenminste 8 dagdelen. Uit mijn hoofd gezegd nu even. Ja, maar even onder rond de tijd. Maar en dan krijg je certificaat of dan Ja. Stempeltje, dan mag stempeltje, je keurig wegkapitein zijn. Ja, en wij geven elkaar een certificaat. Ja. En tot nu toe werkt dat prima. Ja. Gewetensvraag, Ger. Heb je het wel eens meegemaakt dat iemand uit jullie club zo'n soort stunt uithaalde? Als achter deze trekker, zou ik maar even zeggen. Of iets waarvan je denkt van, ja, kerel, nou... Dit is een vreselijke gewetensvraag. Ik heb het wel eens meegemaakt. En ik ken iemand vrij goed die dat tegen de zin van zijn echtgenote in wel eens gedaan heeft, ja. Is het goed? Nee. Is het verleidelijk? Ja. Is het gevaarlijk? Redelijk. Nee. Ja, het is echt een gewenst. Waarom is het niet gevaarlijk? Als je er vlak achter gaat hangen, meet ik je even het gevaar. Dingen kunnen knap snel remmen. Maar je moet er niet een meter achter gaan hangen. Het is 10, 15 meter, vind je nog steeds in de slipstream. Het is kijken en luisteren met name. Ja. Hey, maar als mensen in jullie vereniging zich misdragen, hebben jullie een protocol? We hebben een gedragsprotocol. Dat is minder voor het fietsen, maar meer voor de andere gedragingen. Men waarschuwt elkaar. Ja. Men spreekt elkaar erop aan. Ja. Ik heb het nog niet meegemaakt, maar de wegkapitein of onderin spreekt men elkaar erop aan. Ja. Nooit een lid gerailleerd omdat het echt de spuigaten uitliep? Nee. Niet dat ik weet. Ik ben wel lang lid, maar nog niet zo lang voorzitter. Hey, en andersom, publiek dat negatief en echt nareageert op mensen die hun sportbedrijven, zou ik maar zeggen. Ja, dat gebeurt ook wel eens. En wat ik al zei, het gaat wel eens mis, soms terecht. Soms vraag je ook wel eens af, dit is toch de agressie die een beetje op de weg keert. Het fietspad is smal, er rijden bakfietsen rond, er rijden van alles en nog wat rond. Ja. Ik kan me voorstellen als je als fietser daar fietst, zeker als je met kinderen fietst, en er komt zo'n groep van een mannetje of 10 aan, zelfs al ritsen ze, het is allemaal dezelfde pakjes, dat komt bedreigend over. Ja. Kan me dat wel voorstellen. Ja. Zijn er oplossingen? Ik geef even een beetje een laatste vraag toe, hoor. Maar zijn er oplossingen te bedenken, zeg maar, voor dit? Want jullie doen er veel aan. Moeten fietspaden breder? Je leest het her en der de krant, er komt steeds meer fietsverkeer, en dat is één. En twee, dat variëteit te fietsen is groot. Racefietsen, het is bakfietsen, het is elektrische fietsen, het is dubbelfietsen, noem maar op. Ja. Met heel verschillende snelheden. Ja, er zouden breder moeten, maar dat is een heidense truc. Wat je wel eens een enkele keer ziet, er dan toch van de autoweg gebruik gemaakt wordt. Het is voor andere fietsers veiliger. Ja. Automobilisten weer irritant. Ja. Ja. Kortom, we zullen er waarschijnlijk een beetje mee moeten leren leven. We moeten mee leren leven. En vooral wat meer lief zijn voor elkaar. En voorlichting blijven geven. Wat meer lief zijn voor elkaar. Ja, ja, elkaar wat meer respecteren. Ik heb een beroemde burgemeester die een zaliger uit dat ook eens horen zeggen. Lijkt me een prachtige afsluiting van deze show. Een beetje meer lief zijn voor elkaar. Ja, wat respect. Dankjewel, Ger, voor je toelichting. Oké. Voor je uitleg. Dankjewel. Ja.